Nou, in het kader van het 750 jaar bestaan van de Nijmeegse kermis. En dat viel samen zeg maar, met de Stevenskerk. En vandaar werd de koe bij de horens gevat en gedacht van nou dan moeten we ook wat meer rugbaarheid aan geven binnen Nijmegen. Parallel daaraan verschijnt er een boek van René van Hofte, ook over 750 jaar kermis. Wat we voor een belangrijk deel ook als bron hebben gebruikt bij deze expositie. Maar dat is een startpunt geweest. En vervolgens hebben we daar vanuit het Huis van de Geschiedenis gekeken. Op welke manier kunnen we daar nog eventueel additionele thema's of parallele thema's aan toevoegen om er een compleet geheel van te maken. Dinsdag werd die geopend en vanaf vandaag is de expositie over 750 jaar kermis in Nijmegen officieel te bezoeken. Tot 6 augustus is de expositie te vinden in de Mariënburgkapel. Als je dus kijkt naar de aspecten die we naar voren laten komen, hebben wij panelen, zo noemen we dat, met tekst en foto's, historische foto's. Gebaseerd op 3 verhaallijnen. 1 verhaallijn is de volksvermaak. Als je kijkt naar de kermis zoals die hier ontstaan is, was vroeger dansen, muziek. Dat was een heel belangrijk onderdeel, toneel. Daarnaast een andere verhaallijn is de techniekverhaallijn. Veel van de innovaties die zeg maar, in de maatschappij geïntroduceerd zijn, die zijn aanvankelijk geïntroduceerd op de kermis. Dus als je bijvoorbeeld denkt aan een foto of een film, dat werd vaak uitgeprobeerd op de kermis. En vervolgens kreeg dat meer vaste voet in de maatschappij. En de laatste verhaallijn die we hier aan de oren laten komen zijn de exploitanten. Daar hebben we gezocht naar, zijn dat typische Nijmeegse families, die ondernemersfamilies die we iedere keer op de kermis terugvinden. En daarnaast, wat brengt het beroep van de exploitant van de kermis, wat brengt dat met zich mee? Ook dit jaar komt de kermis weer naar Nijmegen. Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis wil in samenwerking met de expositie een extra programmering toevoegen. Ja, dat is goed dat je dat even ter sprake brengt, want we zitten te kijken om naast de expositie om een randprogrammering te doen. Die randprogrammering zijn we op dit moment steeds verder vorm te geven. Dat zijn enerzijds lezingen die gehouden worden om mensen hier naartoe te trekken, maar ook wat meer achtergrondinformatie te geven over de 750 jaar kermis. Maar daarnaast willen we ook met de Nijmeegse kermis zelf, op het moment dat die hier staat, zoeken we naar middelen zeg maar, om daar iets mee samen te doen. De randprogrammering is nog niet 100% rond. Daar wordt deze week, of dan hebben we daar nog een vergadering over. En daar zullen we ook uiteraard, dat onze aanmoediging hier vermelden is, zetten we te kijken naar van kunnen we daar nog iets mee doen. Een soort inzegening van de attracties en dergelijke. Dus we zoeken nog even naar de vorm. Maar we hebben zeker plannen om samen met de Nijmeegse Kermis, op het moment dat het hier is, om iets te doen.